De baard op je beeldscherm. Welkom bij weer een nieuwe video. Leuk dat je weer kijkt. En voor iedereen die nieuw is, welkom op dit kanaal. Vandaag heb ik een full body trainingsschema voor je. Let's go! Voordat ik begin, wil ik wat puntjes kwijt. Dit schema is voor 8 tot 12 weken. Daarna kan je het perfect nog een keer volgen met een deloadje ertussen, maar daar kom ik aan het einde van de video nog op terug. Naast een goed trainingsschema heb je ook een goed voedingsschema nodig. Ik ga ervan uit dat het bij jou op orde is. Als het nou nog niet zo is, kijk dan even onder deze video. Daar staat een link naar een andere video van mij waar ik wat meer uitleg over voeding en hoe je een bulkschema maakt. En het derde en laatste puntje is, hoeveel kilo moet je gebruiken? Ik ben persoonlijk niet zo van het adviseren van hoeveel kilo jij moet gaan doen. Want je bent niet de enige die naar deze video kijkt. En er zijn misschien nog wel 100.000 mensen die dit gaan zien. Iedereen heeft zo zijn eigen verschillen, iedereen heeft zijn eigen wensen en doelen. En iedereen zit natuurlijk heel anders in elkaar. Maar ik heb wel een aantal vaste regels. Stel je voor, je bent een beginner, je hebt nog nooit gesport, of je sport nog niet zo lang, of je sport nog niet echt serieus. Begin gewoon met een lege barbel, begin met lege dumbbells en dan verhoog je met de kilo's die ik aangeef. Een tweede voorbeeld is, stel je voor, in mijn trainingsschema, hier staat nu, 3 setjes squatten, 3 setjes met 6 tot 10 herhalingen. Stel je voor, jij squat toevallig 3 setjes met 6 tot 10 herhalingen. Of je probeert het een keer uit en je weet ongeveer dat je op dat gewicht 50 kilo kan squatten met een goede vorm. Dan zou ik zeggen, neem 4 weken terug. Dus als ik, hier staat in het schema, 2,5 kilo per week verhogen. Dan ga je 4 weken terug, dus dat is min 10 kilo. Dus die 50 kilo squat van jou, die wordt 40. En na 4 weken, aangezien je met 2,5 kilo verhoogt, kom je op die 50 kilo uit waar je al op zat. En dan ga je 4 weken weer vooruit en eventueel nog een keer 4 weken. Dus zorg gewoon dat je bij iedere oefening 4 weken terug gaat. Zodat je na een maand weer goede progressie gaat maken. Om te beginnen. Dit schema heeft een A-B indeling. Dus een ene dag en een andere dag. In 1 week train je dus A, B, A. En de week erop train je weer B, A, B, A, B, A, B, A, B, etc. Training A. We beginnen met, zoals ik net aangaf, een squat. 3 setjes, 6 tot 10 herhalingen. En dat verhogen we met 2,5 kilo per week. Moet goed te doen zijn. De tweede oefening is een barbell overhead press. 3 setjes met 8 tot 10 herhalingen. En die verhogen we met 2,5 kilo per week. Je kan zelf ongeveer inschatten of dit te zwaar voor je is. Ik zou ook kunnen adviseren om het met 1 kilo per week te doen. Omdat de overhead press toch een vrij zware en lastige oefening is om veel te verhogen. Een tweede optie, moet je even zelf inschatten, is dat je zegt ik doe 1 maand met 2,5 en dan daarna ga ik telkens met 1 kilo omhoog. De derde oefening is de barbell row. 3 setjes van 8 tot 12 herhalingen verhogen met 2,5 kilo per week. Moet prima te doen zijn. Daarna switchen we naar de close grip bench press. 3 setjes, 8 tot 12 herhalingen, verhogen we met 2,5 kilo per week. Daarna dumbbell flies, 2 setjes, 10 tot 12 herhalingen, verhogen we met 1 kilo per hand. De dumbbell flies heb ik bewust maar 2 setjes gedaan, want je borst die wordt al heel veel aangesproken. En om daar nu een speciale isolatieoefening voor te gaan doen en dat nog extra en nog meer te gaan doen, is wat overdreven. Dus 2 setjes zijn gewoon voldoende. We willen niet alleen bovenlichaam goed trainen, maar natuurlijk ook het onderlichaam. Barbell glute raises, perfecte oefening. Zo leer je tevens ook beter squatten als je een beginner bent en je hebt nog niet zo vaak gesquat. Wat meer activatie in de hamstrings en de billen is voor heel veel mensen lastig en dat kunnen heel veel mensen wel gebruiken. En daarvoor doen we 3 setjes van 8 tot 12 herhalingen. Met 2,5 kilo per week verhogen. De volgende oefening, dat zijn de hamstring curls. Dit kan op een machine of zoals je mij hier voor ziet doen met een touw. Ik heb geen machine vanzelfsprekend thuis. Als je een sportschool hebt, dan hebben ze die daar ongetwijfeld staan. Maar zoals ik zeg, met een touw kan het ook. 3 setjes, 8 tot 12 herhalingen. Verhogen met een halve tot een hele kilo per been. En de laatste oefening in het A-schema, dat zijn de planks. Die heeft even wat meer uitleg nodig. Dat zijn 3 setjes. En daar staat bij 10 seconden on, 30 seconden rust. Over de rusttijd kom ik aan het einde van dit programma nog even op terug. Wat ik bedoel met 10 seconden on is 10 seconden de oefening zelf en 30 seconden rust. De week erop doe je 5 seconden extra. Dus gaan we 15 seconden on, 30 seconden rust. De week daarop weer 5 seconden extra,
Dus dat is 20 seconden on, 30 seconden rust. En zo blijven we doorgaan. Er zijn twee manieren hoe jij dit nu kunt oplossen. Want op een gegeven moment wordt het natuurlijk heel zwaar. Na 12 weken zit je al op een minuut extra. Sommige mensen halen dat met zo weinig rusttijd, sommige mensen niet. Als je dit nou niet haalt, dan kun je zeggen, oké, ik ga met 2,5 seconden per week verhogen. Of je zou kunnen zeggen, ik verleng de rusttijd naar 60 of 90 seconden en ik blijf er wel met 5 seconden verhogen. Oké, dat was de A-training. We gaan over naar de B-training. De B-training, we beginnen gelijk met een lekker zware oefening. Mijn favoriete oefening, de deadlift. 3 setjes van 6 tot 8 herhalingen verhogen we ook weer met 2,5 kilo per week. De deadlift doe ik bewust met 6 tot 8 herhalingen. Misschien liever nog wel 6 dan 8, eigenlijk mijn mening. Maar ik heb vroeger ook vaker geprobeerd om te deadliften. Soms wel met 12, soms met 15 herhalingen. Maar de deadlift is nou eenmaal een gigantisch zware oefening. Vergt heel veel concentratie. En naarmate je meer oefeningen en nog meer... Naarmate je meer herhalingen en nog meer herhalingen gaat doen, wordt de vorm meestal niet goed. Buiten die houding om... wordt het ook heel zwaar, dus je gebruikt heel veel energie op bij de deadlift, waardoor de andere oefeningen ook niet goed gaan. Allemaal, mijn mening eigenlijk, allemaal niks. Dus hou het gewoon lekker laag, doe hem lekker intensief en daarna ga je weer door. De barbell bench press, die kent iedereen wel. 3 setjes, 8 tot 12 herhalingen, verhogen met 2,5 kilo per week, moet gewoon goed te doen zijn. Daarna gaan we over naar een leg press machine. Ik wil toch nog even die hamstrings, die quadriceps, die glutes, gewoon even de hele benenregio toch nog wat meer isoleren. Vandaar dat ik hiervoor voor een machine kies. 3 setjes met 8 tot 12 herhalingen verhogen we ook met 2,5 kilo per keer. Als je nou geen machine hebt, dan mag je zoals in het voorbeeld hier het ook met een hackbar doen. Zodat je hackbar squats maakt, of hackbar deadlift, sorry. Dat is ook gewoon een prima oefening, een prima vervangende oefening. Nadat we de benen lekker hebben aangesproken, helemaal naar de kloot zijn, gaan we een rustigere oefening doen. Mag je even zitten. Een dumbbell seated overhead press. 3 oefeningen, 8 tot 12 herhalingen. Zou ik verhogen met 1 kilo per hand. Wordt vrij snel zwaar. Dan de close grip pull-ups. Niet te vergeten natuurlijk, zoals je in mijn schema ziet. Er staat geen bicepwerk in. Omdat een bicep is in principe maar een hele kleine spier. En die heeft helemaal niet zo heel veel werk nodig als heel veel mensen denken. En ik doe hem bewust close grip. Ten eerste omdat de oefening dan makkelijker is. En ten tweede dat je natuurlijk ook gewoon die biceps goed aanspreekt. Hij vergt ook weer even wat extra uitleg. Ik heb hierbij 3 setjes. En stel je voor, je kan maar 1 herhaling. Je kan je mezelf maar 1 keer optrekken. Oké, dan trek je jezelf 1 keer op. Hou je rusttijd, waar ik op het einde van de video terugkom. Trek jezelf nog een keer op. Heb je weer rusttijd, trek jezelf nog een keer op. De week daarop ga je proberen 2 rust, 2 rust, 2. En de week daarop 3 herhalingen, weer rusttijd, 3 herhalingen. En zo blijf je doorgaan. Maar op een gegeven moment zou je natuurlijk vastlopen, want... het is een pull-up is een vrij moeilijke oefening en je blijft vanzelf steken op een gewicht. Op een aantal herhalingen, sorry. Dus stel je voor, je blijft hangen even voor het gemak op 5, 5, 5 herhalingen. Nou, dat is in principe helemaal niet zo erg als dat mensen denken. Iedereen denkt altijd maar van, alles moet vooruit, vooruit, vooruit en altijd meer, meer, meer. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Alleen mensen vergeten nog wel eens dat als ze aan het bulken zijn en ze worden 1 à 2 kilo per maand zwaarder en je gewicht blijft gelijk met je pull-ups, dan boek je progressie natuurlijk. Dus als je pull-ups gelijk blijven en je lichaamsgewicht gaat wel omhoog, perfect, niks aan de hand, niks aan doen. En nu hoor je natuurlijk mensen denken, Raymond, ik kan helemaal niet eens 1 pull-up. Dat maakt niet uit, dan kan je nog uitvoeren met een band of zo'n machine die ze in de sportschool hebben waar je met je knieën op kan gaan zitten en dan optrekken. En als je die beide niet hebt, dan kun je natuurlijk altijd toch springen en jezelf alleen maar excentrisch laten zakken. Of pull-ups uitvoeren met je benen op de grond. Dan gaan we naar de ene en laatste oefening. Dat zijn 2 dezelfde oefeningen. Standing calvaries. Die kent iedereen wel. Een barbel, dumbbell, kettlebells, been pakken. En om op je tenen gaan staan. Ik had daar bewust 2 setjes gedaan van 8 herhalingen. En de volgende oefening zijn 2 setjes van 12 herhalingen. Die 12 mag voor mij ook wel 15 wezen. Waarom ik dit heb gedaan? Heel veel mensen trainen de kuiten niet of niet goed. En ik heb zoiets. Het is dus... ze worden niet goed getraind. Dus als we ze dan trainen, laten we het dan gewoon goed doen. En laten we dan in 2 intensiteitsniveaus trainen. Dus we trainen met een zwaar gewicht en we trainen met een licht gewicht. Beste van 2 werelden, zit je altijd goed. En als laatste oefening hebben we de sidebands. Met een dumbbell, een kettlebell, een kabelmachine.
Maakt niet uit, maar ook 3 setjes van 8 tot 12 herhalingen en verhogen hem met 1 kilo per week. Oké, dat was dus de B-training. Je weet nu precies wat je moet doen. Als laatste wil ik het nog even hebben over de rusttijd. De rusttijd verschilt per persoon, maar een goede algemene regel is 30 tot 90 seconden. De ene heeft wat meer rusttijd nodig, de andere wat minder. Net wat je zelf fijn vindt, zolang je daartussen zit, perfect, prima. Ik kan begrijpen dat je bijvoorbeeld met pull-ups echt tegen die 90 seconden aan wilt zitten. En misschien, als je planks aan het doen bent, heb je al het begin. Nou, 10 seconden plank is niet heel moeilijk, is niet heel intensief. Hou ik 30 seconden en naarmate je bijvoorbeeld 45, 50 seconden gaat planken, wil je misschien wel die 90 seconden rust houden. Zolang je daartussenin zit, zit je altijd goed. Zoals ik aan het begin van de video zei, dit schema is voor 8 tot 12 weken. Na die 12 weken wil je een deload doen. Daar zal ik nog een keer een aparte video over maken. Die vind je ergens op mijn kanaal. Voor de mensen die daar niet bekend mee zijn. Daarna zou ik het schema nog een keer volgen. En waarom? Heel veel mensen denken, ah, elke keer een nieuw schema, nieuwe oefeningen en bla bla. Complete onzin in mijn ogen. Het is alleen maar beter als je dit voor een tweede keer gaat volgen, want dan kun je goed inschatten op welke gewichten je bent geëindigd. En zo kun je dus ook weer goed, doordat je eindgewichten weet, weet je ook weer goed op welke gewichten je moet starten. Je weet ook dat je bijvoorbeeld sneller gaat vastlopen met een overhead press dan met een squat. En zo kun je zelf een beetje spelen en een betere inschatting maken van hoe deze 8 tot 12 nieuwe weken weer gaan verlopen. En als laatste natuurlijk, mochten er nou vragen zijn, laat alsjeblieft een reactie achter. Dan zal ik het uitleggen, dan zal ik wat meer informatie geven, daar zal ik op reageren. En als je nog niet geabonneerd bent, dat moet je nu doen, want er komen nog meer trainingsschema's aan, nog meer oefeningen en weet ik veel wat, het er gewoon nog meer allemaal leuke fitnessdingen. Ik zeg bedankt en tot volgende week.